van een wilde. Ja. Daar woon je dan maar mooi als Hollander. Ja. Hè? Ja. Maar ja. We wonen hier pas 18 jaar. Pas 18 jaar. Ja, maar we zijn inmiddels wel heel voor Limburgs. Ook al zou je dat aan onze spraak nog niet zeggen, maar we zijn echt griezengrubbers geworden. Griezengrubbers? Ja, we wonen hier ontzettend graag. En, maar grijze grub, want waar komen jullie oorspronkelijk dan vandaan? Ja, Den Haag, hier... Haarlem. Den Haag, Haarlem. Wat je ziet is een halve Limburg. Mijn vader is van Valkenberg. Ja? Jazeker wel. Maar ik had een Hollandse moeder, dus bij ons thuis werd Hollands gesproken. Oh. Ja. Dus we verstaan het dialect, maar kunnen het niet goed spreken. Maar sprak je dan niet stiekem af en toe? Ja, dat wilde ik wel eens, maar mijn vader was altijd weg. Kreeg ze de zwarts van de moeder. Ja, nee, dat was niet de bedoeling. Ja, ja. Maar goed, we verstaan het, dus we redden ons. Okay. Hè? We redden ons, ja. En in noodgevallen kun je dat natuurlijk altijd in het gesprek gooien. Ja, ja, een woordje mijn zo. Moeder, nee, maar dat je gewoon zegt van mijn moeder was van Valkenberg, was een Limburgse. Ik zou je zeggen, dat heeft ons... We hebben 15 jaar geleden een restaurant geopend in... Sint-Geertruid. Ja, even geen namen noemen. Nee, ga ik niet zeggen. Want we mogen geen reclame maken. Niet, nee. Maar ik hoorde al van de overbuurman. Ja. Ik weet alles van jullie. Ja, dat is mooi. Dat jullie hebben een pannenkoekenrestaurant. Ja, ja. Met streekgerechten. Ja. Ja, dus je ziet. Streekpannenkoeken, bijvoorbeeld. Chezine is de kok, dus die is garant voor de Limburgse kost. Dat heeft ze dan weer van de grootmoeder geleerd, die weer van Maastricht was. Ja, precies. En, maar de eerste jaren, toen zaten we daar op zo'n klein dorp. En toen waren er wel mensen die zeggen, wat moeten nou twee Hollandse op een Limburgs dorp? Ja, en als Georgine dan kon vertellen dat ze Limburgse roots had, dan maakte dat het kijk, wat dat bedoelde wat ik net. Dan heb je al een voet tussen de deur. Precies, ja. Precies. Klopt, een beetje het Jehovah-effect is het. Ja. Kom maar even binnen. Nou ja, vooruit dan. Over de voet tussen zo de voelen de we ons niet hoor. Maar het is natuurlijk fantastisch hier. Maar jullie hebben wel oorspronkelijke elementen. Ja, dat vonden we juist heel erg mooi, hè. Dat je dus dit echt ten overstaande van een nieuwe badkamer. Ja. Dit is kijk, dat was het en dit is het. Ja. Dit is wat we noemen het laarzenhok, dat is waar je binnenkomt. Mijn aandacht werd getrokken door de voederbak. Dat is op je zin. En, En daarna keek ik pas deze kant op. Ja. Maar dit was het, er lag geen vloer in en dit is het. Maar ik kan me voorstellen dat je daar wat minder belangstelling voor hebt. Voor het sanitair, we hebben Georgine, ik heb nu dit gezien. We gaan straks even gezamenlijk handen wassen, dat hadden we afgesproken. Ja. Kijk, en dit is het. Dit was een varkensstal. Vroeger hebben hier 300 kippen gewoond. 2 varkens, 2 geiten. En inmiddels, we hebben dit de afgelopen 18 jaar hebben we dit... met veel zorg en liefde verbouwd. Zelf? Ja, wat we zelf kunnen doen, doen we zelf. En waar je slim voor moet zijn, laten we een ander doen. En dit is echt allemaal oorspronkelijk? Ja, dat is oorspronkelijk oud vakwerk en dit is het nieuwe vakwerk. Ja. Maar wel met oude balken. Dus dat vonden we wel mooi om dat zo te laten zien. Met name aan de toerist natuurlijk. Hè. Die kent überhaupt het begrip vakwerk niet. Ja. En dit was ook allemaal vakwerk. Maar dat hebben we er dus uitgehaald, omdat we het juist mooi vonden dat je eens echt ziet hoe een constructie van een pand is. Dus dat je eerst het geraamte hebt, dan de wilgetakken en dan het leem. Dus dan kan je eigenlijk de hele opbouw zo zien. En dit is inderdaad honderden jaren oud, want je ziet hier ook aan deze balken die verbindingsnummertjes, hè, dan een kruisje, dan een elletje. Ja. En dat is... wij vinden dat mooi. Leg even uit, zo zien. Nee, een kruisje en een elletje. Nou kijk, hier zie je bijvoorbeeld een N. Ja, en dan weet je dus dat die N-balk hierbij hoort. Dat bij elkaar hoort. Oh. Ja, zo zit dat. En die hoort dan weer als ondersteun voor die, zie je? Heb je 3 N'en. En zo zie je dat op heel veel plekken staan. En zo wisten ze welke balk bij welk. Want ze trekken natuurlijk vanaf de vloer op, het pand. En dan weten ze welk balk bij welke balk hoort. Had ik nooit gedacht dat... Nou ja, goed, ik ben een Noord-Limburger. Hè? Dus dat vakwerk, daar ben ik niet mee opgegroeid. Maar ik had nooit gedacht dat ik van Den Haag en Haarlem... Hè? Dat klopt. Dat ik van Haarlem nog iets zou opsteken. Wist je en dat waarschijnlijk niet? Dadelijk ook nog van Den Haag. Maar... Reken maar. Ja. Oh, jullie hebben er wel... Jullie hebben het een soort van geconserveerd door iets... Ja, we hebben een... dat hebben we eigenlijk zelf verzonnen. Want dat is nog de originele leem, die zit er gewoon al 130 jaar in. Maar dat begint te verpulveren.
Dus we hebben daar plexiglasplaten voor laten zetten, zowel aan de voorkant als aan de zodat achterkant. Zodat als je 's morgens je nest uitkomt als gast, dat, ja, dat je geen nou leem ja, op je... Voornamelijk dat struikbulken. Ja. Je hebt altijd mensen die willen van, ja, wat is dat voor materiaal? Ja, en ook, die denken, op, ja, op deze manier bewaar je het, bewaar je het gewoon voor de toekomst. Ook die oude latjes die daar bovenin zitten, zitten er ook al 130 jaar. Ja. Blaast het drie keer tegen. Je deed net de deur dicht. Dat is de slaapkamer. En boven ook. Je maar kijken? Is dat nou een soort van bedstee? Of zo? Nou, dat is wel het gevoel wat we er bij hebben gecreëerd. Het is wel groter dan een bedstee. Maar het is wel een hele intieme ruimte. Ja. Maar dan zijn er vaak de zusjes of de gehandicapten die hier liggen. Of kijk, ze hebben wel zogenaamd het schoongemaakt, maar... Dat gaan we zo nog even verder poetsen. Moeten ze zelf schoon opleveren? Nee, maar het is wel handig als ze een beetje vegen en dweilen. Ze hadden nu zo'n hond bij zich, maar waarschijnlijk is die op het laatst nog even erop gesprongen gezellig. Dus kijk, en dit soort oude elementjes, die vonden wij gewoon heel mooi. Ja. Hé, maar even. Ja. Ja. Hoe, 18 jaar geleden, hè? Ja. Hoe kom je dan in Grijze Grubben? Nou, werd je meteen verliefd op de naam? Nou, ook wel. Ja, dat was wel een van de dingen. Nou, wij wilden heel graag naar Limburg verhuizen. En we komen ook al 40 jaar heel graag en heel vaak in Limburg. En 18 jaar, of eigenlijk 21 jaar geleden stonden we op een soort kruispunt in ons leven. Dat we dachten, nou, wat gaan we de komende jaren doen? En toen was het vrij snel duidelijk. Dat wordt gewoon kijken of we in Limburg iets wortels kunnen krijgen. En toen zijn we heel intensief gaan zoeken. Dat was de tijd van de opkomst van het internet. Funda bestond toen pas net, geloof ik. En Suzine die had toen, ja, dat was een beetje ongelukkig, maar die had de knie gebroken. Dus die zat veel thuis. En die is eindeloos aan het zoeken geweest. Oh, jij zat eindeloos, ja. Zat jij toen op, ja, dat internet? Huizen te zoeken. We hadden een paar dingen die we heel graag wilden. We wilden heel graag landelijk wonen. We wilden heel graag... wat grond, zodat we ook wat zouden kunnen, zeg maar, wat eigen groentes en fruit zouden kunnen hebben. We wilden ook wel toch bij een dorp met een station en met wat voorzieningen. Station Grijze Grubben, waar is dat? Nou ja, het station Nut is toch nog op loopafstand, ja. Hè? En het is eigenlijk een van de weinige dorpen in het zuiden met een station. Hè? Hier in deze strook heeft dat dan nog wel... Maar zodra je onder Valkenburg komt, dan houdt het op. Mm. Dus voor ons was het al vrij snel duidelijk dat het westelijke of oostelijke Mijnstreek. En ook vanwege de authenticiteit van het gebied. Ja, en, nou ja, zeker dit gebied. Ja, zo geweldig en zo, mooi. Ja, het glooiende. En, ja, schitterend. En niet zoveel toeristen nog. Ja, ja, maar wat ik me nu ook net bedenk, is je hebt hier dat glooiende, je hebt af en toe... het gevoel van ik ben in het heuvelland, ja. Zelfs ik waan me in de Ardennen, ja. Maar ja. Je hebt hier niet de drukte van het, nee, heuvelland. Nee, dat is, dus dat is toch een beetje dat toerisme ook, ja. Hè, wat natuurlijk enorm toeneemt, waar we allemaal afhankelijk van zijn, daar gaat het niet om. Maar wij vonden het wel fijn om echt tussen de boeren in te wonen. Ja. Dat vonden wij gewoon mooi. Gewoon, ja. En dat is ook zo, beetje op te gaan in het echte gebeuren, het echte leven. Dat is een van mijn lievelingsvragen. Omdat ik het gewoon altijd leuk vind. Ja, ja. Ik ben natuurlijk, hè, als journalist ben je van nature nieuwsgierig. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? In een café. In de kroeg? Gewoon, ja, in de kroeg. In Den Haag, in een danscafé. Ja. Ah, een danscafé. Dat is nu, ja, ja, dat wel. Ja. We stonden lekker te dansen en van het ene is het ander gekomen. Ja. Zij stond op een vriendin te wachten die niet op kwam draven. Ah. En ik was in mijn eentje gekomen, mijn vrienden zouden later komen. En ineens staan wij samen aan de bar en ja, we gingen maar eens wat drinken en een beetje dansen en ze is nooit meer, het is al, we zijn nooit meer van nooit elkaar meer. Nee, nee, echt, dat was meteen... Het is echt een jeugdliefde, het is echt... Ja. 21 jeugdliefde? Ja. Hoe oud was jij? 21. Misschien was 21. En jij? Ja, ik een paar jaar ouder. Ja. Maar dus ja, nu, 59, 21, dus ja, 38 jaar. Godzijdank. Ja. Hebben we 3 jaar verkering gehad? Want toen moesten we nog een beetje wat uitzoeken, want ik woonde eigenlijk nog met iemand en Charlotte had ook nog iemand die ze wel eens zag, zullen we maar zeggen, die ze wel eens zag. En, maar ja, wat wil je op die leeftijd komen zeggen? Dus voordat we ons hebben verbonden, hebben we 3 jaar zijn we om elkaar heen gedraaid. Ja. Zeggen jullie wel eens tegen elkaar, tot slot, zeggen jullie wel eens tegen elkaar van wat fijn is het toch dat we elkaar al zo vroeg zijn tegengekomen? Want jullie hebben nu al de wilde van heel veel jaren samen. Ja,
Je hebt zoveel samen meegemaakt, hè? Ja. Lief en leed natuurlijk. Ja. Je hoeft niet meer opnieuw dingen uit te leggen van dit. Maar we kunnen altijd refereren naar het verleden. Ja. Hoe hebben we dat toen gedaan? Hoe zou je het nu doen? Ja. Andere tijd, andere mogelijkheden. Ja. Maar wij zeggen dagelijks, wat zijn we happy samen. Ja. Ja. Ongelooflijk, ja. Maar helemaal happy. Ja, echt. Is ook echt waar, ja. Echt? En dat is het, ja. Leuke, het leuke is, omdat we zo lang samen zijn, we durven ook gewoon met elkaar nieuwe stappen te maken. Hè? Zoals, nou ja, hier als je elkaar door en door kent. Restaurant te beginnen en dan restaurant. Nu zijn we de busy begonnen vorig jaar. Zij is ook redacteur, ja. Van origine. Restaurant. Restaurant. Bed and Breakfast. Bed and Breakfast. Jullie geven dan nog het tijdschrift hier de voor busy. De regio, de busy. Ja. Ja. Slapen jullie wel eens? Ja. Ja, ja, 8 uur per nacht. 8 uur per nacht. Zij ietsje meer dan ik. Ja, 6, 7 uur. Maar aan energie geen gebrek, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar zijn... ja, waarom niet, hè? Ja. Ik bedoel, plukken wat je... Ja, wat, dat hele busy, dat tijdschrift hebben we zelf verzonnen. Want ineens werden we Beekdalen. Nou ja, we woonden hier al 17 jaar en toen werd het Beekdalen. En toen hadden ze iets, ja, Beekdalen. En iedereen liep te mopperen over die naam. Ik denk, nou ja, wat is in een neem? Dus dat was het probleem. Maar wat zegt het ons? Wat zegt mij dat de Beekdalen is? En toen zijn we eens gaan rondrijden en toen zagen we, Schinveld hoort erbij. Oh ja, daar waren we al eens geweest natuurlijk. En Hulsberg hoort erbij, hè, dat is van Schinveld natuurlijk. En dat hoort erbij en dat. Maar heel veel dingen weet je eigenlijk niet. En het trok zo onze nieuwsgierigheid eigenlijk, dat we toen op een bepaald moment dachten van ja, maar hoe kom je wat te weten, behalve uit ouderwetse boekjes, zullen we maar zeggen. Toen dachten we, eigenlijk zou er gewoon een bulletin moeten komen. He, of een tijdschrift, of een beetje met glossy uitstraan, waar dat allemaal in staat. Ja, en nou ja. Het leuke is dat we maken een tijdschrift en we gaan heel bewust elke maand door de hele gemeente heen. Dus er staat altijd iets uit oorspronkelijke onderbanken, altijd iets uit Schinnen, altijd iets uit oorspronkelijk Nut. Ja. En we maken ook elke maand daar een wandeling in. En we horen dat heel veel mensen die wandeling gaan lopen. En dat ze zeggen, joh, ik ben hier van mijn leven nog niet geweest. Ja. En ik ben geboren en getogen... In Put. Ja. Dus het idioot is, en ja, dat is echt wel een beetje raar natuurlijk, dat ik als geboren Hollandse, geboren Haagse zelfs, dat ik mensen uit Limburg die hier geboren zijn, dat ik die de weg ga wijzen. Maar dat kan ik alleen maar doen, omdat heel veel mensen het mij gunnen om hun verhalen te vertellen. Ik wilde het net zeggen, jullie hebben denk ik wel de gunfactor. Ja. Dat... Ja, wij gunnen een ander ook altijd alles. Ja. Misschien heeft dat ook mee te maken. Je probeert... We hebben allemaal baat erbij dat we happy zijn, denk ik, en elkaar wat gunnen. En de ene wat meer dan wat ander, maar dat geeft niet. Ik ben nu ook happy, weet je waarom? Huh? Omdat jullie de vorige keer niet thuis waren, nu wel. Nou, we zijn wel heel leuk. Happy over. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat jullie er zijn.